er genoeg heb gehad om ook het atelier te bezoeken van een kunstenaar. Ik kwam er toevallig niet uit. Dus ik ben al een maand geleden bij haar geweest. En toen vielen me hele andere werken op dan wat je nu hebt. En ook wat je hebt laten zien aan ons toen je een schets instuurde. Tegen kunstenaars wordt wel eens gezegd, ga een echt vak uitoefenen of ga werken. Wat vind je van dat soort uitspraken? Uitspraken, die zijn vaak niet zo... De mensen die dat zeggen, die kennen kunst vaak niet zo goed. Ik denk dat het wel zo is dat je kunst moet leren kennen. Maar als je kunst eenmaal kent, dat je dan ook de waarde daarvan kan inschatten. Ja. Laten we naar jouw kunstwerk gaan, hier in het kunsttorentje in Almelo. Heeft dit werk van jou bepaalde waarde? Voor mij wel, ja. Ja, ik hoop ook voor de beschouwers of voor de toeschouwers. Ja, zeker. Ik denk dat dit kunstwerk voor Almelo een gaaf werk is. Omdat het eigenlijk het kunsttorentje in een ander daglicht zet. Dus je kan hier niet één keer voorbij lopen. Je kan hier ook een heel aantal keer voorbij lopen en dan steeds iets anders zien. Dus ik denk dat dat iets is wat dit kunstwerk waarde geeft op deze plek ook. Dit werk gaat ook echt over het kunsttorentje en gebruikt het kunsttorentje ook als beeldenis. Dus je ziet eigenlijk op het werk het kunsttorentje afgespiegeld. Dus dat maakt het anders, denk ik. Ik heb een opleiding gedaan aan Artes in Arnhem. En ik heb daar de docentenopleiding beeldende kunst gedaan. Dus ik vind het op zich ook wel grappig dat je me net vroeg over hoe breng je nou kunst naar mensen die er misschien nog niet zoveel van af weten. Maar dat doe ik in mijn werk als docent ook. Dus dat vind ik interessant. En in 2008 ben ik afgestudeerd en sindsdien... Ja, we staan hier voor dit hele mooie torentje. Het torentje waar mijn Bert heel veel mee te maken heeft gehad. En vandaag is er weer een opening van een tentoonstelling. Het was vandaag ook Bert's verjaardag. Het is vandaag ook precies 1,5 jaar geleden dat hij overleden is. En voor mij is dit een heel bijzonder moment dat ik hierbij mag zijn. Ik kan me voorstellen dat het een dubbel gevoel geeft. Ja, een dubbel gevoel. Toch ook een bijzonder, aan de ene kant ook een blije gevoel en natuurlijk ook een verdrietig gevoel. Hij is er niet meer en toch is hij er weer wel.